Welkom bij First Slice. Vandaag zal ik jullie aanleren hoe je geconfijte aardappel maakt met romesco en loopmayonaise. De ingrediënten, wat hebben we nodig? Aardappelen, notenmengeling, romesco, gerookte paprikapoeder, smout, een uitsteker, geconfijte look, mayonaisebasis, citroen, tijm en rozemarijn. We starten met de aardappel. Dus wat zouden we doen? We gaan eigenlijk aardappel in mooie dikke stukken snijden. Dus we gaan nu met een uitsteker de aardappeltjes mooi eruit steken. Nu gaan we de cilindertjes mooi bijsnijden. Mooi recht zien en allemaal bijna hetzelfde. Dat is nu allemaal maïsolie. Nu gaan we de patatjes eigenlijk aardappeltjes mooi gaan aankleuren langs beide zijdes. De aardappeltjes kruiden met peper en zout. Nu nemen we varkensmout. Varkensmout gaan we mooi in smelten. Aardappeltjes er mooi erbij. Nu gaan we nog tijm. Nu gaan we wat takjes tijm en rozemarijn gaan toevoegen aan onze geconfijte aardappel. En nu gaan we dat gedurende een 30 à 40 tal minuutjes zachtjes laten confijten op een rustig vuurtje. De mayonaisebasis. De mayonaisebasis, dat hebben we al eens gemaakt in First Slice in de vorige aflevering. Dat kunt u terugvinden op firstslice.tv. En hebben we hier geconfijte look. Dus we gaan eigenlijk een lookmayonaise maken. Nu gaan we de look een klein beetje pletten. Nu gaan we alles mooi gaan mengen. Dan gaan we nog eerst een klein beetje afwerken met citroensap. De romesco, die duwen we nu in een spuitzak. Met de mayonaise gaan we juist hetzelfde doen. De aardappeltjes, die zijn mooi geconfijt. Die gaan we er mooi uithalen. Mooi afwerken met romesco. Ook mayonaise. Brande nootjes erop. De confite aardappel met romesco en tomaat. Het is een lekker vegetarisch gerechtje, maar kunt u ook gebruiken als side dish bij een stukje vlees. First Slice, smakelijk, geniet ervan.